Het aantal gewelddadige incidenten loopt de spuigaten uit. Dat is de mening van VVD-fractielid Roderick Rozenkamp. Deventer werd vorige week opgeschrikt door twee gewapende overvallen in de Lange Bisschopstraat. Ook was er begin dit jaar en eind vorig jaar sprake van mishandelingen. Rozenkamp vindt dat camerabewaking een eerste stap kan zijn naar een verhoging van de veiligheid in het centrum van Deventer.